allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een dagvlog voor jullie. Oep. Wat ik dus nu ga doen, zometeen, ga ik de stallen mesten, want zoals jullie kunnen zien zijn die best wel vies. Dus die ga ik zometeen mesten. Maar eerst ben ik nu bezig met mijn konijnenhok. Mijn konijn zit nu even lekker in de stal, zodat hij even lekker kan rennen. Het is een klein konijntje dus. Hier heb ik dus net zijn hokje lekker leeg gehaald. En hierboven zit hij dan ook altijd. En hier. Dus ga ik er nu lekker vers zaagsel in doen. Ook konijnhok is lekker klaar, zoals je kunt zien. Lekker vers stro. Daar hooi. Ze heeft hier een broccoli. En voer. Ik moet alleen even vers water doen. Hier is haar flesje. En beneden is het ook allemaal lekker schoon. Dus kan ze weer lekker mee vooruit. Ik ga nu de stalletjes doen. En dan neem ik jullie ook weer mee. De stal van Rosa is gemest, zoals jullie kunnen zien. Die is weer lekker schoon. Ook lekker. Ze hoeft geen nieuw stro bij. De waterbak is weer lekker aan het vullen. Hey Stitch! Stitch komt even op ontdekkingstocht. Hey man! Ja, dat is poep. Oba. Vianna komt ook even kijken. Kruiwagen zit helemaal vol, zoals jullie kunnen zien. Ja, je bent lief. De kruiwagen zit dus helemaal vol, dus die ga ik even legen. Dan gaat deze waterbak ondertussen vullen. En dan ga ik daarna door naar de volgende stallen. Ik ga alleen voor een beetje stro zo meteen doen. Blue staat achter op vlas, dus die is lekker klaar. Nu ben ik de hooibakjes aan het vullen voor 's ochtends. Wij hebben gewoon deze bakjes gekocht bij de Action. Deze mandjes, dit zijn eigenlijk wasmanden. Maar die vullen we altijd 's ochtends met hooi, want dan hoef je dat alleen maar over de staldeur te gooien. Dat is super fijn, dus die ga ik nu even vullen. Alle hooibakjes zijn gevuld, zoals jullie kunnen zien. En daar doe ik altijd mijn voer, zet ik altijd klaar voor 's ochtends, zodat ik gewoon dat bakje erin kan doen, zeg maar. Kijk, ook opgestrooid. Klein beetje, deze zit lekker vol. En ook weer lekker schoon bedje. En ook weer lekker hooi. En Noerse voer zit daar in het bakje. En Roos heeft ook weer lekker vol hooi mandje. En het stalletje is ook schoon. En hier zit nu even ons konijn. Broekkonijn. In ieder geval, deze ga ik nu dus legen. En dan ga ik Noer nog eventjes rijden. En dit is dus mijn konijn. Dit is Pukkie. En dit is het konijntje die in dat hokje zit die ik net heb verschoond. Hé Pukkie? Ja. Dat is wel echt voor de herfst. Een super mooie dag. Het zonnetje schijnt lekker. Maar het is natuurlijk wel fris. Maar het is echt super mooi weer. Het is lekker afdoen. En zoals is lekker geschoren. Hij heeft zo'n soort jachtpatroon en een hartje op zijn kont. Dus ik ga even lekker zijn dekens afhalen. Dan ga ik hem lekker poetsen. En dan gaan we even lekker rijden. Een uurtje? Ja. Ik wou nog even filmen hoe die erbij stond. Maar meneer die had er zin in. Super mooie kleurencombinatie qua broek. En het dekje, hashtag nat. Maar goed, dat is niet belangrijk als we maar lekker kunnen rijden. Dat is een uurtje. Ik zit trouwens zonder mijn rijlaars. Ik heb gewoon mijn chaps aan. Want ik had geen zin om mijn rijlaars te pakken. Dus ik ga nu even rijden. Ik kan het helaas niet voor jullie filmen. Want straks komt ook nog iets heel leuks binnen. Ik heb namelijk een pakketje besteld bij Agradi. En ik heb een boek van Fanny de Hooy besteld. En een heel leuk poster. En dat wil ik jullie ook nog graag laten zien. Dus ja, ik ga nu even lekker rijden. Dus staat Noertje alweer op stal. Lekker met zijn vliestekentje om. En Vosje staat er ook. Alleen Noer staat ervoor. Die kunnen niet zien. Misschien zien jullie daar zo'n snuitje. Ze zijn lekker uit hun hooinetje aan het eten. En ja, ik had heel erg fijn. Op zich wel fijn gereden. Hij had lekker veel pit. Dus dat is altijd wel fijn. Zijn regendekentje hangt hier nog. Die krijgt hij vanavond nog om. Die nu nog even lekker hooi eten. Ja, jij boefje. Nou, en de rest van de paardjes staan ook lekker op stal. Hier is Bloedje. Daar halsen we nog even af. Hé, Bloedje. Nou, ik zit hier even hier neer. Want ik ga even deze reactie filmen. Ik maak het ook met een mooie poster van Agradi. Dat zie je allemaal gelijk door de twee paarden. Ik ben echt super benieuwd. Ik ben hier ook aan de hand. Dit is van Agradi en Olly staat helemaal te snuffen. Ik denk dat we eten. Zo klaar zitten we ook te kunnen horen. Het is een soort halster van Kief J of hoe je het ook uitnoemt, uitspreekt. Voor Noer, hij ziet er echt super leuk uit. Oh my god. Ik zal hem zo even uit de plastic halen, dan kunnen jullie hem even beter zien. En nu natuurlijk, waarom ik besteld had. Oh my god, het boek van Feline.
Oh my god. Het boek van Feline Hooy dus. Ik ben zo fan van haar. Ik vind haar zo'n leuke YouTuber. Zo altijd eerlijk en oprecht. Dus ik kijk haar altijd. En ze heeft natuurlijk twee superleuke paardjes. Maar dus ik moest dit boek gewoon hebben. Ik heb er gelijk een stapje uitgekomen. Want ik dacht, straks is die uitgekocht. Superleuk boek, ziet er nu uit. Net zo groot. Maar goed, hier heb ik zeker in lezen. En ik vind het echt heel erg mooi. Een leuk paardje met Olympus en Marley. Superleuk. En wat er nog meer in zit, is natuurlijk dit halster van Vivier. Of hoe je het uitspreekt dus. Superleuk, een tekst op de neus. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hij is dus donkerblauw met een bondje. En ik ga hem nu dus even omdoen bij Noor. En dan kun je dus zien hoe die staat. Oh, hij staat super schattig. En dat bondje, dat wol voelt echt super zacht. Kaartje zit er nog aan. Maar hij staat echt super leuk, vind ik.